Hallo en welkom bij Logitalks, een serie gesprekken waarin we met experts op zoek gaan naar de werkomgeving van de toekomst. Want we zijn natuurlijk allemaal benieuwd hoe onze werkplek er over een paar jaar uitziet. In zo'n 20 minuutjes ga ik met gasten in gesprek over ontwikkelingen en trends die relevant zijn voor die werkomgeving in de toekomst. Mijn naam is Annemarie van Kampen en ik heb de mooie taak om dit gesprek te begeleiden. En mocht je nou andere gesprekken ook willen bekijken over heel andere onderwerpen, dat kan. Op de website van logitech.com vind je de pagina Logitalks en dan kun je daar rustig doorheen klikken. Vandaag staat het onderwerp mobiliteit en productiviteit centraal. En samen met twee gasten die zometeen aanschuiven, gaan we kijken van ja, wat betekent het eigenlijk als we allemaal onderweg zijn of juist heel veel thuiswerken? Wat voor een effect heeft dat op onze werkdag? Ze delen wat tips en tricks en ook hun visie op de veranderingen die eraan zitten te komen. Ik doe dat voor George de Boer. Hij werkt bij TomTom als Global Director Marketing. En het is zijn missie om te vertellen hoe TomTom innovatieve locatietechnologieën gebruikt om de auto-industrie langzamerhand te veranderen en natuurlijk ook de manier waarop we reizen. Alles met het doel om daar een veiligere plek van te maken, uitstoot te verminderen en ook dingen als files tegen te gaan. Ook aanschuift is Dimitri Hadewan. Hij werkt bij Dell als Meeting Space Solutions Global Lead. En hij richt zich op de wereldwijde Dell vergaderruimtes die samen met Logitech zijn ontwikkeld voor onder andere Microsoft Teams Room en de Zoom Room software. En hij coördineert dus wereldwijd de inrichting van dat soort efficiënte vergaderruimtes. Heren, welkom. Fijn dat jullie er vandaag bij zijn. Als eerste even, want we zitten online. We houden nog steeds rekening met alle regelgeving en zijn voorzichtig als het aankomt op persoonlijk contact. Maar het heeft nog een andere reden, want waar zit jij vandaag, Dimitri? Ik bel vandaag in vanuit Singapore. Dus dat is echt helemaal aan de andere kant van de wereld. Er zit behoorlijk wat tijdsverschil ook tussen. Dus je zei al, het kan zijn dat het hier langzaam een beetje duisterder wordt. Maar dat komt omdat de zon ondergaat, toch? Ja, precies. We zitten precies op de zonsondergang. Mooi. Nou, George, jij zit wel gewoon in Nederland, als ik het goed heb? Ja, ik zit in het wonderschone Voorburg. Bij mij kan het ook af en toe duisterder worden, maar dat is dan omdat er een regenwolk voorbij komt. Oké, ja, dat hoort er dan een beetje bij, heren. Helaas ja. niet zoveel zon. Heel eventjes, TomTom kennen we natuurlijk allemaal qua naam. En zeker nog van een paar jaar geleden toen iedereen zo'n kastje in zijn auto had. Wat ontzettend revolutionair was. Ik weet nog dat ik het voor de eerste keer zag, zo'n pijltje op een kaart die precies wees waar ik heen moet. Maar jullie hebben een aantal stappen gemaakt hè, over de laatste jaren. Kan je vertellen waar jullie nu precies staan en wat vooral de hoofdbezigheden zijn? Ja, nou, je zei het al een klein beetje. Ik ben natuurlijk verantwoordelijk voor de automotive industrie, maar TomTom als geheel is nogal breder bezig. En het leest een beetje als een jongensboek. 20 jaar geleden begonnen we met die kastjes. Vier mensen die elkaar kenden van de universiteit, ja. Die opeens het wereldtoneel van hoe we reizen van A naar B veranderde. En dat is eigenlijk nog steeds aan de gang, maar dan iets meer op de achtergrond. Dus wat we nog steeds doen is die locatiedata leveren. Ook nog steeds die kastjes maken en die aan mensen verkopen. Maar eigenlijk was onze hoofdmoot verschoven naar veel meer een B2B-achtig bedrijf. Mm-hmm. Waarin wij inderdaad aan de automotive industrie leveren. Dus meer dan 30 ja. Merken die hebben onze navigatietechnologie aan boord, maar ook technologie om zelf te kunnen rijden. Misschien dat we daar zo nog eventjes over kunnen praten. Maar tegelijkertijd leveren we ook dat soort data aan bijvoorbeeld bedrijven als een Uber die het gebruikt om de ritten te plannen. Of misschien wel dichter bij huis, Albert Heijn. Het appje wat je krijgt, hoe laat de boodschappen er zijn, dat wordt allemaal berekend met kaartdata en verkeersinformatie van TomTom. Dus jullie zitten iets meer aan de achterkant. Kan ik dat zo zeggen of is dat te simpel? Nou, voor deels. Dus we zitten een heel groot deel aan de achterkant. We zijn iets minder herkenbaar. Kijk, als je natuurlijk een kant-en-klaar kastje koopt in de winkel waar een logo van TomTom op staat, dan herken je dat als zijnde dat is van TomTom. Maar het is heel vaak ook dat bijvoorbeeld een automobielbedrijf, die wil graag het in zijn eigen stijl. Dus daar zou je kunnen zeggen dat wij white label de data leveren en zelfs ook zelfs de navigatie. En dat het niet direct herkenbaar is. Maar wat ik al zei, eigenlijk is er bijna geen auto meer die rondrijdt zonder onze technologie. Jullie zitten overal. Is dat ook de missie voor de komende jaren van TomTom? Ja, om dat verder in die auto te krijgen.
En eigenlijk ook weer iets meer naar de voorgrond te treden. Want voor ons is het belangrijk, je zei het al, dat het veiliger en comfortabeler en filevrij gaat. Maar dan ook nog eens een keer als het kan schoner. En we hebben gemerkt dat die legacy die we hebben van meer dan 125 miljoen mensen helpen met die kant-en-klare navigatie over de afgelopen tijd, dat ons inzicht heeft gegeven over hoe jij als gebruiker wil rijden en, mm-hmm. en wat je zeg maar verwacht. Waar we toch wel de specialist in zijn gebleken. En dus we willen weer veel meer op de voorgrond treden. Ook zeg maar, hoe het eruit ziet in de auto, dat het teruggaat naar dat eenvoudige, dat comfortabele, ja. Wat jullie van ons gewend zijn. Mooi om te zien hoe dat dan gaat. Het afgelopen jaar is gek geweest. Hè? We zitten nu nog steeds gescheiden van elkaar. En we zijn de auto eigenlijk een beetje uitgegaan. Hoe was dat voor jou, Dimitri? Ja, wij hebben hier geen auto. Dus we hebben hier, dat is hier in Singapore niet heel gebruikelijk. En het openbaar vervoer is heel, heel goed geregeld. Het is een eiland ter grootte van de Flevopolder waar 6 miljoen mensen wonen. Dus we doen hier heel veel met het openbaar vervoer. Wat zei je? Ik zei dat is echt onvoorstelbaar hoe dicht bevolkt dat is. Ja, maar er zijn natuurlijk, rijden natuurlijk wel auto's en er wordt goed genavigeerd. Maar wat wij gezien hebben bij Dell, wat er is gebeurd, is iedereen is eigenlijk gewoon ineens naar huis gegaan. En dat is niet alleen in Singapore gebeurd, dat is overal ter wereld gebeurd. Dus wij hebben hele grote klant natuurlijk. En die kwamen bij ons en die zeggen, hoe gaan we dat nou regelen? Kunnen jullie ons alsjeblieft helpen? Want ja, wij concentreren ons op een kantoor en daar mogen en kunnen we geen mensen meer naartoe sturen. Ja. Nou, gelukkig hebben wij dat zelf al 10 jaar geleden werken. Ons kantoor stond in Amsterdam, maar ik ben toen naar Breda verhuisd. Dus ik was heel blij met TomTom, want dan kon ik precies zien waar en hoe laat ik dan weg moest. En naar België was het nog belangrijker, want daar was ik dan ook verantwoordelijk voor. Dus wij hebben dat al heel vroeg opgepakt bij Dell. Wij noemden dat de Connected Workplace 1.0, waarbij eigenlijk iedereen de keuze heeft of volledig op kantoor, een deel op kantoor of... helemaal thuis. En heel veel mensen werken dus ook op kantoor moet doen. En dat gebeurt ook. Alleen nu in deze omstandigheid werkt eigenlijk iedereen van Dell wereldwijd thuis. Er zit al een kantoor in. Betekent dat ook dat die overgang, toen iedereen thuis moest werken, dat naadloos ging bij jullie? Ja, ik denk dat het, kan wel zeggen naadloos, vergeleken wat ik van andere mensen hoor. Ja. Alleen bureaustoelen, dat was natuurlijk wel een probleem. Het is prima om, om op een stoel te zitten, maar als je daar ineens 3 maanden op moet zitten, dan heb je toch wat andere eisen. Dus die konden we gewoon naar huis toe laten sturen. Dus dat is dan het voordeel van zo'n klein eiland. Dan kon eigenlijk alles wat we op het bureau hadden staan, konden we aanvinken en dat werd dan thuis geleverd. Dat werkte prima, dat was de volgende dag. En dat zagen we ook bij klanten. Dus we hebben daar onderzoek naar gedaan. En 70% van de mensen die lieten hun monitor van het werk naar huis sturen. Dus er staan heel veel werkmonitoren nou bij, bij de mensen thuis. Dus als we dadelijk allemaal weer naar kantoor gaan, dan gaan die denk ik allemaal terug. Als ze er nog afstand van willen doen. En ook de infrastructuur die hadden wij natuurlijk zelf al om dat te doen. Dat is natuurlijk wat we doen bij Dell. En daar hebben we ook gewoon heel veel klanten heel goed bij kunnen helpen gedurende de afgelopen. En bedoel je vooral de verbindingen, connectiviteit, betrouwbaarheid daarvan? Ja, en beveiliging. Hè. Het is natuurlijk zo dat dat wordt misschien soms onderschat, maar we werken natuurlijk met allerlei vertrouwelijke gegevens en in een kantooromgeving. En hoe dat ingericht is, is dat heel erg makkelijk. Maar aan de keukentafel met misschien huisgenoten die bij een concurrent werken of dat soort dingen, zijn er toch wat andere maatregelen nodig. En daar hebben we gewoon de expertise in en daar hebben we al onze klanten goed mee kunnen helpen. En qua die connected workplace, wat je zegt, iedereen die bij Dell komt te werken, die mag dus zelf kiezen waar en hoe hij of zij werkt. Hoe werkt dat in de praktijk? Je moet gewoon zeggen, nou, ik wil alles thuis en het wordt daarheen verhuisd. Of stel dat je in een hybride vorm wilt. Hoe werkt dat precies?
Ja, nee, we hebben 3 smaken. Dus je kunt permanent op kantoor aanwezig zijn. Hè. Dat kan je me voorstellen. Wij zien dat toch wel bij millennials. Die leren veel Ja. met het horen en die hebben nog weinig werkervaring. Dus die vinden het heel prettig om op kantoor te zijn. Die zitten misschien ook 3 hoog achter, komen net uit een studentenhuis en die moeten vroeg opstaan Ja, die willen om. juist weg. Ja. Ja, die willen juist weg. Datzelfde geldt voor mensen misschien met kleine kinderen. Dat is ook, kan ook gewoon afleiding zijn. Dus we zien een heel wisselend aantal mensen of type mensen die graag naar kantoor zijn. En dan zijn er gewoon heel veel mensen, afhankelijk van het werk dat je doet, ook wel thuis willen doen. Dus wat we zien is het type werk, het nadenken, het bellen met klanten, dat soort zaken, dat kun je heel goed thuis. Maar het samenwerken, overleg plegen, dingen uitleggen, ja, dat blijft gewoon heel erg lastig om dat via de telefoon of via een inbelverbinding te doen. Het is toch niet net het echte werk. En ook als je bijvoorbeeld kijkt naar een onderzoek van Leesman, 68% van de mensen die zegt, ja, ik wil minstens wel 1 dag per week op kantoor zitten. En er zijn maar 15%. Van de mensen die zeggen, nou, ik wil helemaal nooit meer naar kantoor. Dus ja, wat je eigenlijk als resultaat daarvan krijgt, is dat we nooit meer met z'n allen tegelijk op kantoor zijn. Is dat voor TomTom ook zo? Jullie zijn natuurlijk ook, hè, hebben moeten werken. Want onze dagen zitten natuurlijk vol met Zoom of met Microsoft Teams meetings. Hebben we alle dingen of mist daar iets in? Nou, we hadden de luxe positie dat we natuurlijk een wereldwijd bedrijf zijn. En we zitten bij de klanten, dus we zitten in Japan en Korea en Detroit, Amsterdam, San Francisco. Dus onze teams, ook mijn team, zitten al over de hele wereld. Dus mijn dag was al dat ik 's ochtends met Azië belde en 's avonds met Amerika en tussendoor met de rest van mijn Europese team. En dat is al eigenlijk sinds mensheugenis bij TomTom het geval dat we over de tijdzones heen werken en bellen. Zoomen en teamen en kijken hoe we dat efficiënt kunnen doen. Maar dit was wel een stroomversnelling waardoor we het andersom hebben gedaan. Dus we hadden nog ook heel veel kantoren lokaal zitten, of die hebben we nog steeds. Alleen het bleek dat toen iedereen thuis ging werken, en dat was echt niet heel gewoon, hè, want in China is de cultuur helemaal niet zo dat je thuis gaat werken. Dus daar was het even zoeken naar de workspace. Hetzelfde geldt een beetje voor India, waar natuurlijk de Ja, huizen dus in klein. praktisch ook niet zo makkelijk is. Nee, Ja. dus dat was nog eventjes een hassle, maar dat is verrassend genoeg om die dingen heel snel gelukt om dat op poten te zetten voor iedereen thuis. En toen bleek dat de productiviteit eigenlijk hetzelfde was. En dat was voor onze HR-afdeling een trigger, maar ook voor ons senior management, van laten we eens kijken hoe we daarin zitten. En dat onderzoek wat Dimitri net aanhaalde, dat hebben wij dus eigenlijk intern ook gedaan. En dat bleek hetzelfde uit. Mensen wilden graag, na COVID, wilden zij graag thuis blijven werken. Ja, We hebben compleet omgegooid. We hebben gezegd, in plaats van dat je standaard op kantoor zit en af en toe thuis werkt, is het nu, je zit standaard ergens anders en kantoor is jouw plek om vooral te connecten met je collega's. Dus het werk doe je waar je dat wil. We hebben zelfs een policy dat je 90 dagen per jaar op een andere plek dan thuis kunt gaan werken. Dus als jij liever dat in Spanje doet onder de zon of in Singapore, Heerlijk, ja. dan doe je het daar voor 90 dagen. En in de afstemming uiteraard met de manager. Dus Maar je moet die optie is er, die zegt je. wel Ja. nog even bellen. Maar dat doen wij working at TomTom. Dus dat is onze nieuwe flexibele manier om te werken en niet meer vastgebonden te zitten tussen 9 en 5 op kantoor. Ook die werktijden zijn zeg maar helemaal flexibel getrokken. En je zei net eventjes, we merkten dat de productiviteit hetzelfde bleef. Wat was jullie verwachting? Dat het naar beneden zou gaan? Nou, de perceptie, denk ik, hè, bij sommige managers is vaak als mensen thuis werken, dan gebeurt er minder. Maar uiteindelijk bleek gewoon, zeker omdat het een langere periode was, dat we konden zien dat de output eigenlijk hetzelfde of zelfs nog wel hoger was. Ik zie wel dat, maar dat is ook mijn persoonlijke meting, daarom ben ik zo blij met dat connecten. Die persoonlijke relaties, dat menselijke contact, dat is toch een behoefte. Daar kan je een tijdje op bouwen, maar niet 3 jaar. Dus dat wil je wel verversen. Daar moet een alternatief voor komen. Zijn daar oplossingen voor, Dimitri, om dat toch dichter bij elkaar te brengen? Dat we het gevoel hebben bijna in één ruimte te zitten.
Ja, ik wil even iets aanvullen op wat George zegt. Kijk, het is natuurlijk zo dat de productiviteit enorm omhoog is gegaan. Maar de Efteling was dicht, de bioscoop was dicht, het café was dicht, het restaurant was dicht. Bijna dus jij kan eigenlijk heel weinig anders dan werken. Dus we moeten nog maar kijken hoe dat natuurlijk als dadelijk alles weer open is. En als we weer naar een gewone normale maatschappij gaan, wat er dan van overblijft. Hè? Peter Drucker heeft ooit eens gezegd. Culture has a strategy for breakfast. Dus we kunnen dus, en dat is denk ik ook, kijk, TomTom en Dell, dat zijn type bedrijven, innovatief. Daar moet je gewoon collaboreren, samenwerken. Ik hoor het net zeggen over 3 continenten. Dat is wel echt. En werknemer ook, ja. Ja, dus ik ben ook wel echt jaloers dat dan in Europa beter kan. Want ik moet altijd heel vroeg op of heel laat inbellen. In Europa zit je in een globale rol veel beter. Maar ik denk dat ieder bedrijf gaat het anders invullen. De mensen willen gewoon absoluut niet meer iedere dag naar kantoor. Ik denk dat zo is. Maar er werd net al het voorbeeld aangehaald van China. En je weet je, daar wonen de mensen vaak met 3 generaties in huis. Ja. Dus ja, dan, die willen gewoon, die zijn juist blij. En dat zei jij net zelf ook al, die zijn juist blij dat ze weg zijn. Maar ik denk wel dat we, en dan heb ik in Nederland, ik volg het Nederlandse nieuws, een beetje de voetbalkantine en dat soort dingen allemaal horen langskomen. Ik denk ook niet dat het zo wordt. Wat ik denk is dat we naar een soort hybride vorm gaan. En dan, want aan de ene kant, en dat zegt George net ook, we willen heel graag thuiswerken, want dan zijn we heel productief, maar we missen ook onze collega's. De cultuur doorgeven, dat is gewoon, dat kan eigenlijk alleen op kantoor. Dus ik denk dat we naar een soort groepen gaan waarin we dus iets doen, een taak doen, een kabanbord maken of een bepaald iets afspreken. Dat kan dan een wereldwijd team zijn, dat kan dan ontmoeten we elkaar in een regionale hub. Dan gaan we bepalen wat we gaan doen. Dan vliegt iedereen weer terug. En op dat moment doen we de rest. En dan ken je elkaar toch. Hè? Dan heb je toch even naast elkaar in de kroeg gestaan in Amsterdam. En dan heb je toch dat gevoel met het bedrijf weer. Dan doe je dat met je team, waar je dan meer een band mee hebt. Doe je die follow-up, zeg maar, online. Ja. En dan sluit je het project weer af. En dan kom je weer en dan sluit je het weer samen af. Zoals je dat eigenlijk altijd deed. En ik denk als je dat als een bedrijf dat dan heel slim plant. En je doet dat in een bepaalde cadans. Dan kan je gelijk in diezelfde meeting de volgende starten. Dus ja, je krijgt precies. Een soort zwerm van mensen die in en uit kantoren gaan. En thuis de opvolging doen. Ik denk dat het beste zou werken. En dat ook voor iedereen de taken die er zijn. Je in staat stelt om die in te vullen op de plek die je het liefst wil. Want het is wel een paradox. Hè? Iedereen zegt ik vind thuiswerken heerlijk. Ik ben zo productief. Maar aan de andere kant zegt iedereen. Ja, ik wil eigenlijk wel weer mijn collega's zien. We worden een zwerm over de hele wereld. Waarin we waar nodig bij elkaar komen. En anders weer vanuit huis werken. En je zei iets moois. Je zei culture eats strategy for breakfast. Kan je toelichten wat je daar precies mee bedoelt? Ja, ik denk, wat ik daarmee bedoel is, het hangt heel erg af van de individuele manager. Ik denk als je een people manager bent, dat je heel erg los moet laten en tegelijkertijd ook heel duidelijk die cultuur moet aangeven. Maar op het moment dat er 3 mensen die wel regelmatig op kantoor zijn, doordat ze geen thuiswerkplek hebben. En dat zijn de 3 mensen die bijvoorbeeld dan een promotie ontvangen. En dan denk ik dat het kantoor na die ronde behoorlijk vol zit. Ja. En dat is wat ik bedoel met cultuur. Hè? En toch zie je dat vaak. En daar moet wel een systeem op ingericht zijn. En ik zeg niet dat iedereen die thuiswerkt gepromoveerd moet worden. Maar er moet in ieder geval wel een gevoel van rechtmatigheid zijn. Want anders gaan we gewoon weer terug bij af. Ik denk dat je 3 promoties aan mensen die op kantoor zijn. Denk dat alles zo de prullenbak weer in kan. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Dus je communicatie en signalen daarin zijn heel belangrijk. Ik zie jou ook knikken, George. Ja, ik herken het natuurlijk. Een valkuil waar je snel in kan trappen. Iemand die naast je zit, daar zie je meer van dan iemand die 2000 kilometer verderop zit. Of zelfs nog verder, 10.000 aan de andere kant van de oceaan. Gelukkig zit dat al in onze cultuur dat zo die teams zijn samengesteld en dat we met de beoordelingen, we gebruiken nu ook heel veel OKR's, objectives en key results om op korte termijn te kijken en dan makkelijker te meten wat mensen doen. Dus het is meer
meer dan alleen maar een goede internetverbinding met video. Het is nog veel meer daarachter van hoe je je werk organiseert en met elkaar afspraken maakt, inderdaad, over hoe je werkt. Ja. Ja, daar kunnen we nog uren over doorpraten. Wat ik wel heel leuk vind, is om nog even te kijken naar, als we dan als een zwerm over die wereld heen bewegen, of een klein stukje binnen het eigen land. Hoe ziet onze reis er dan uit, George? Wat wordt onze commute in de toekomst? Ja, nou, dus die twee komen wel heel leuk samen bij elkaar. Hè. Vroeger was het zo, ik vertelde dat eerder ook al een keer, toen droomde ik van een chauffeur. Omdat een chauffeur mij in de gelegenheid zou stellen om mijn uur reistijd, en dan kon ik lekker lezen achterin en stukken doornemen. Die chauffeur zal het waarschijnlijk nooit meer worden, maar misschien wel die robotchauffeur in de auto. De auto's die worden steeds meer zelfrijdend. Er zijn op dit moment al meer dan 3 miljoen auto's die zelfrijdende technologie hebben op basis of gepowered bij TomTom. Dus dat zijn kaarten waar extra dingen in zitten, waardoor de auto of de vrachtauto zelfs weet op welke bocht ze moeten afremmen op de cruise control. Dit jaar komen de auto's op de weg in Amerika. Die kunnen van oprit naar afrit helemaal zelf automatisch rijden. Nou, dat zijn natuurlijk ideale gelegenheden om meer te gaan doen in die auto. We zien ook dat de digitale cockpit een versnelling, stroomversnelling krijgt. Dus daar zul je zomaar eens, in plaats van dat je daar je appje hebt voor de muziek, dat daar je Teams app opeens ook in het dashboard komt te zitten. Ja, en dat zijn allerlei dingen waar TomTom zich ook in beweegt. Om te zorgen dat we, met simpele dingen als alleen al die kalenderintegratie, dat je kalender thuis je waarschuwt op basis van de file-informatie. Mm-hmm. Nu kun je beter nog even je meeting thuis doen. Of als je echt per se op kantoor moet zijn. Want vergeet niet, hè, wij praten over kantoorwerk, maar vergeet niet al die verpleegsters en die dokters. Ja, die niet zonder kunnen. Ouderenzorgers die de weg op moeten. We hebben dat op onze verkeersdata gezien. Er was natuurlijk een enorme drop met de lockdown, maar dat bleef verkeer. En we zien het ook heel snel weer terug omhoog gaan. Ja. Ja, want zij moeten wel bewegen en onderweg zijn. En vergeet ook niet, wij zijn onderdeel van de automobielindustrie. Mm. Ja, de fabriek moet wel draaien als er nieuwe auto's uit moeten. En zo is dat natuurlijk met heel veel dingen waar geproduceerd moet worden. Dus dat kan je even opvangen, maar niet voor heel lang. Nee, dat is inderdaad logisch. Maar hoor ik jou nu zeggen dat de auto straks het kantoor op wielen wordt? Nou ja, zeker als de utopia waar we allemaal van dromen, als die naar level 5 van automatiseerd rijden is, waarbij je je stoel kan omdraaien, waar je niet eens meer naar buiten hoeft te kijken om af en toe op te letten, ja, dan wordt opeens die auto wordt het kantoor. En dan heb je waarschijnlijk ook niet eens meer het kantoor zelf, want dan is die auto, die is niet meer 40.000 euro, maar misschien 400 of een miljoen euro. En dan ga je naar mobility as a service voor de meeste mensen onder ons. En dan is het niet meer de Uber die je belt, maar de robot Uber. Die jou netjes van A naar B brengt, waar je ondertussen of een vergadering in de auto hebt. Ja. Met de mensen die toevallig bij jou om de hoek wonen. Of alvast de teamsvergadering doet. Ja. En wat voor een tijdspanne hebben we het dan over? Is dit haalbaar of zeg je echt, nee, dit is een utopie? Het is zeker haalbaar. Hè? TomTom heeft al zijn zelfrijdende level 5 auto gebouwd. Die staat in Berlijn. Trillion heet ze. En die kan helemaal zelf rijden. Dus de utopie is er niet. Die technologie bestaat. Het is meer dat bijvoorbeeld de regelgeving er nog niet is. Die auto is alleen, die mag alleen in Berlijn rondrijden. Er is nog geen Europese wetgeving die zegt dat een zelfrijdende auto door Europa mag rijden. De Amerika is daar bijvoorbeeld al verder in. Wat ik denk wel gaat helpen, is corona gaat helpen daarin, omdat de automobielindustrie heeft een klap gekregen. Die is nu aan het versnellen. Die krijgt daar ook hulp van. Wat je dan krijgt, is dat bijvoorbeeld elektrisch rijden wordt gestimuleerd. Hè, want dat moet schoner. Nou, daar werken wij graag aan mee met. Waar is dan je oplaadpunt waar je kan inprikken of kan reserveren? Welke snelle route heb je daar naartoe? Het andere is dat ook daarmee een versnelling komt in assistentie van de chauffeur. Dus wat ik net zei, bijvoorbeeld, daar komt de regelgeving midden volgend jaar over. Dat heet Intelligent Speed Assist. Dat alle auto's laten zien op het dashboard hoe hard je mag rijden. Maar de cruise control weet dat natuurlijk dan ook. Mm-hmm. Daarmee zul je zien, dan moet je een kaart hebben aan boord om aan die regelgeving te voldoen. En toevallig een van de twee bedrijven op de wereld die dat kan. Dus dat zal ook weer een versnelling geven. Wanneer het uiteindelijk is,
That's... En is deze drive vooral vanuit de auto-industrie of vanuit de technologie? Het was technologie. Nu is het denk ik ook een economische aanjager, omdat die automobielindustrie een versnelling doorgaat met elektrisch rijden, consolidatie van technologie. Het zijn eigenlijk drie dingen. Het is technologie, dat gaat wel gebeuren. Het is regelgeving. Het is vooral ook adoptie. Ja. Hoe snel kan de mens loslaten die menselijke dat hij niet meer zelf stuurt? Dat het een klassieke rally, dat dat iets is als zeg maar nu rijden met koetsen. Hoe snel vertrouwen wij, jij en ik, dat de auto het beter kan dan dat wij het doen? En dat kan dat die. Gaan we alleen, zien. Hoe snel vertrouwen we dat? Ja. Ja, misschien over een aantal jaar, Dimitri, in een auto waarin we niet eens meer naar buiten hoeven te kijken, maar waar je lekker aan je stukken zit te werken of een teamsmeeting hebt. Ja. Wat zijn de dingen die bij Dell nu gaande zijn om ons gesprek langzaam een beetje af te ronden, om die productiviteit en mobiliteit nog verder te vergroten? Nou, ik zie het wel heel erg gebeuren wat George net schetst. Ik denk wel dat je de reistijd, hè, dat is wel wat heel veel onderzoeken laten zien, is dat mensen die reistijd, dat is gewoon wel zonde. Maar ja, je gaat ook niet iedere keer dat je van baan verandert of van functie verandert verhuizen. Dus op het moment dat je dus met zo'n auto kunt rijden, of dat kan je dan niet meer rijden. Maar als je dus gereden wordt, dan kun je wel heel erg productief zijn. Ja, dan zijn er dus andere formaten van devices die je misschien in die apparaten hebt. Wat George net aangeeft, hè, er zitten heel veel schermen in. Ik heb een aantal auto's al gezien. Nou, daar is bijna het dashboard meer scherm dan iets anders. Dus ik kan me voorstellen dat daar wel een plaatje is voor een camera of voor een Teams omgeving. Maar wat we dus eigenlijk de rode draad is, je hebt die zwermen. Maar wat ook is niet iedereen is meer heel de tijd op dezelfde plaats. En of dat nou thuis is, of dat nou in de auto is, of dat op kantoor is. En wat wij helpen is in ieder geval thuis en op kantoor zo makkelijk mogelijk maken met industriestandaarden. Dus wij hebben Zoom samen met Logitech. Wij hebben Teams samen met Logitech. En dan kan de klant gewoon erop vertrouwen dat, hey, er zit iemand in de auto, maar dat die wel goed in beeld is, goed verstaanbaar is en dat soort zaken. En dat die IT-afdeling daarmee gewoon ontlast wordt door Logitech en Dell samen. Zodat die, hè, ik vond dat TomTom Everywhere, hoe noemde George dat net, dat wij dat eigenlijk technisch mogelijk maken. Middels een scherm, middels de camera's, middels whiteboard camera's. Dat is één ding wat echt heel veel mensen missen. Missen ook de mensen in de auto-industrie. Daar wordt nog echt heel veel whiteboards gebruikt om iets uit te leggen of iets toe te lichten. Nou, als je dat dus kan digitaliseren en in zo'n Teams meeting of Zoom meeting kan analoog kan digitaliseren, ja, dan kun je eigenlijk gewoon overal werken. En dat is denk ik ongeveer het laatste stapje. Maar dat moet je in IT en technologie nooit zeggen. Maar ik denk dat als dat voor iedereen gewoon gebruikelijk is, gewoon altijd camera aan en dan ook nog gewoon heel makkelijk toelichten wat je denkt middels schrijven of annoteren. Ik denk dat we dan al een heel eind op weg zijn om overal te kunnen werken, geografisch en qua plek. Hele mooie missie, dus zonder belemmeringen, waar we dan ook willen, aan de slag als het nodig is. Mooi, ja, ik wil jullie bedanken voor dit gesprek. Het is kort, we kunnen hier nog langer over doorpraten. Mocht je nou nog meer van dit soort gesprekken willen zien, kijk dan even op de Logitalks pagina. Voor nu heel veel dank aan mijn gasten voor vandaag, George de Boer en Dimitri Hanneman van TomTom en Dell. Heb je vragen hierover? Of zeg je, hey, ik wil een van de heren wel eens spreken, of ik wil wat meer weten hierover? Stuur even een mailtje naar one-benelux@logitech.com. En wil je op de hoogte blijven van dit soort Logitalks? Dat kan, dan kun je je aanmelden op de pagina van de Logitalks op logitech.com. Voor nu een hele fijne rest van je dag en graag tot ziens.